daar hebben we. Haha, daar zijn we weer. Dag kinderen. Wat doe jij vrolijk? Ja, natuurlijk man. Het is onze Boulevard. De laatste aflevering van het jaar. Ga jij hier even een stukje vrolijk lopen doen? Maar die duurt nog wel zeker een half uur. Ja, met de film erbij, ja, dat wel. Maar het blijft de laatste aflevering. Ik vind het altijd een triest moment. Ja, wel, maar er is dan nog niet. Dan word ik s'morgens wakker en dan denk ik... Nou, we hebben al die weken gezellig met de tekeningen, met de knutselpieten, met de Sint. En met Sint zelf. En met de film. En zelfs denk ik dan ook nog aan jouw verhaal dat je dan niet helemaal weer gaat vertellen. En dan word ik s'morgens wakker. Ja. Dan is het de laatste aflevering. Dat vind ik dan toch triest. Maar heb jij wat heb jij nou in je schoen gehad, Jan? Ik? Ja. Nou, dat zal jou verbazen. Want ik had ook natuurlijk een mooie verlanglijstje gemaakt. Ja? Ik ga niet zeggen wat er allemaal op stond. Oh, wat stond er op? Ik heb iets gehad wat in ieder geval niet daarop stond. Oeh, maar wat had je dan opgeschreven wat er niet op stond? Daar heb ik niet opgeschreven. Oh, oké. Okay. Ik ben benieuwd. Ja, ik heb het meegenomen. Oh. Tadaa! Ja. Een beker. Jij had vroeger nooit iets gewonnen. Hij is in mijn schoenen gekomen, maar hij is voor ons. Hoe voor ons? We hebben een beker gehad. Dan ben je. Voor het beste Sinterklaasprogramma in 's-Hertogenbosch. Je meent het. Met de schoenenpost. Wat leuk. Sinterklaas Boulevard. Jan en Jan Willem, beste Sinterklaasprogramma in 's-Hertogenbosch. Wat leuk, joh. Dat zei ze ook van ja. Oh, wat leuk. Kijk van nou. Van de Sint. Van Sinterklaas zelf gekregen? Ja, van de Sint. Nou, ik vind het geweldig. Ja, dus ik heb vanmorgen gepoetst. Ik zal het in het programma, is wel leuk. Ja, dat is zeker leuk. Ik ga me verrassen. Nou, ik ben helemaal ontdaan. Ja, dus ik denk nou... Maar ook voor de kinderen thuis, ja, dit is natuurlijk eigenlijk voor jullie. Want ja, als jullie nu zulke mooie tekeningen hadden gemaakt en die allemaal hadden gekeken... Was ons programma niet zo leuk geweest. Nee, we lijken net Voetbal International. Dat is een heel ander programma. Oh. Maar ik zal hem voorzichtig wegzetten, want dan stoten we hem dadelijk nog om. Ja, maar het is bijzonder leuk. Eerste beker voor het... We hebben een award. Het leukste Sinterklaasprogramma uit 's-Hertogenbosch. Ja, leuk. Dankjewel Sinterklaas. Oh nee. Dus als ik een keer zeggen wie ben je, dan zeg ik ben Jan Willem. Waar ken ik je van? Van het leukste Sinterklaasprogramma uit 's-Hertogenbosch. 2013. Ja. Maar ik heb ook slecht nieuws, Jan. Vertel. Wat had jij in je schoen? Ik krijg van alles in mijn schoen. Maar ik heb slecht nieuws. Ook voor de kinderen thuis. Want het is wel gezellig, hè? Ja, nee, maar de verbinding met het winterpaleis van Sinterklaas in 's-Hertogenbosch... Gaat niet lukken? Gaat niet lukken vandaag. We hebben al die jaren, al die afleveringen, hebben we het voor elkaar gekregen om gewoon een live verbinding met de Sint te hebben. Nu is het 2013. Ik heb vanmorgen een beker gehad als leukste Sinterklaasprogramma uit 's-Hertogenbosch. Maar de Sint... En uitgerekend in deze aflevering... Hebben we geen verbinding met de Sint? Nou, dat zal ik jou vertellen. Dat had te maken met mijn verhaal. Jan! Maar ja, hallo. Dat kan natuurlijk nog niet. Hey. Maar in ieder geval, ik ben hier Sinterklaas. Ik weet wel dat die Bossenaar. Ik stel voor dat we daar wel een schoon of zo bekend. Ik wil nog wat verbinding met jullie delen. Ik wil nog even. Hij is er toch? Hij is er toch? Ja, maar natuurlijk. Ik ben hier al volgens mij 10 minuten op jullie aan het wachten. Ja. En ik maakte me zorgen van, hé, hebben ze wel rekening met mij gehouden? Want het is vandaag 5 december. Het is natuurlijk een hele drukke dag voor Sinterklaas. Want de meeste kindertjes hebben vanavond pakjesavond. Maar de verjaardag van Sinterklaas is pas morgen. Dat weten jullie wel, hè? Ja. En ik heb de afgelopen dagen in 's-Hertogenbosch. Zulke mooie tekeningen gekregen. Wat kunnen jullie tekenen, schilderen? En wat ik gewoon altijd zo mooi vind, dan heb je zo'n velletje papier en jullie kunnen allemaal precies tussen het papier blijven. Niks eroverheen. Geweldig. Waar zie je dat nog? En wat Sinterklaas ook erg blij maakt, ik heb inmiddels de eerste fantastische knutselwerkjes binnengekregen. En die waren zo mooi dat ik bijna zeker weet dat geen enkele Piet van mij heeft meegeholpen. Het was fantastisch. Dankjewel. Ja, maar ja, Sinterklaas, het is natuurlijk toch een droevig moment nu. Ja, nou ja, het is geen droevig moment. Nee, maar ja. Ik ben blij dat we de Sint spreken, maar het is een droevig moment. Het is de laatste aflevering Sint. Boulevard is. Hartstikke jammer natuurlijk.
En het is natuurlijk, ja, het, Sinterklaas, ook de kinderen thuis vinden het toch altijd een beetje, ja, jammer dat u weer weggaat, ja, natuurlijk. Ja, Jan en Jan-Willem, het is ook voor Sinterklaas een beetje een triest moment. Maar tegelijkertijd, 5 december en 6 december zijn ook fijne en gezellige dagen. En ik heb zulke mooie dingen met jullie meegemaakt. Ik heb zo'n mooie herinneringen aan jullie lieve kindertjes. Maar ook aan Jan-Willem en aan Jan en al die andere papa's en mama's. Dat ik toch blij ben dat ik hier weer ben geweest. En ik wil niet nadenken over het trieste moment dat ik weer op mijn boot terug zit, ja, naar Spanje. Ja, ja, ja. Dus ik ben blij dat in ieder geval alles is goed gegaan. Ja. Zelfs met de knutselpieter zijn we ook wel blij. Ah, vooruit, tuurlijk. En tuurlijk. Ja, dan moeten we toch zeggen vanuit onze studio van Sinterklaas Boulevard. Sint, eigenlijk tot volgend jaar weer op dezelfde plek, op hetzelfde schip. En ik hoop dat u weer, zeg maar, met alle vrolijkheid uw verjaardag kunt vieren, Sinterklaas. Ach, dag Sint. Tot volgend jaar. Tot volgend jaar. Ik kom graag en bedankt terug, voor alles. En voor alle cadeautjes. En voor de prijs. Nou en of. Zeker. Dag. Dat kan hier toch enthousiast zwaaien, ja, Sint? Ja, ja. Volgens mij traint hij dat. Ja, zou het? Ja, ik denk het wel. Ik denk het wel. Ik denk het. Zou Sinterklaas ook een gym hebben? Dat denk ik wel. Dus niet gym, maar gewoon echt zo'n sportgym, zo'n sportzaal. Ja, ik denk wel, als je met een paard over de daken gaat, dat je dat wel moet oefenen. En zo'n zware staf, dan moet je natuurlijk... Ja, dat denk ik wel. Dus misschien dan volgend jaar een leuke tekening kunnen krijgen van Sinterklaas die aan het trainen is. Ja. Alleen, weet je wat ik nou niet begrijp, Jan? Ik dacht dat Sinterklaas op 5 december jarig was. Nee, wij zetten allemaal onze schoen op 5 december... Maar de Sint is jarig op 6 december. Nou ken ik de Sint toch al heel wat jaartjes, hè? Dus zeg maar, ja, plus minus 40. maar ik had eigenlijk nooit... Het is mij nooit opgevallen dat Sint dus op 6 december jarig is. Sint is op 6 december jarig, maar op 5 december zet iedereen zijn schoen. Ik weet zeker dat een hele hoop kinderen dat thuis ook niet wisten. Weer weg geleerd. Zo is Sinterklaas Boulevard een leerzaam programma. Natuurlijk. En als we het dan toch zo leerzaam hebben, dan gaan we nu gelijk kijken naar onze laatste sketch van onze vrienden. De knutselende Pieter. Kom. Jongen, die kunnen. Daar heb je ze. Hallo, welkom alweer bij deze laatste aflevering van de knutselclub van Sinterklaas Boulevard. Vandaag gaan wij een Zwarte Piet maken, want ik vind dat we hebben al van alles gemaakt. Je gaat mij maken? Maar ik vind dat wij zelf er ook gemaakt moeten worden. Dus wat hebben we daarvoor nodig? We hebben daarvoor nodig een toiletpapierrolletje. Heb ik? Een rolletje van de toiletpapier. Maar dat mag ik er ook een hebben. We hebben nog meer nodig. Kreppapier. Kreppapier heb ik ook. Wat hebben we nog meer nodig? Stroken papier, zodat we... Laat me even zien. Alle kleurtjes? Of alle kleurtjes, maakt niet uit. Je kan ze knippen, maar je kan ze ook kant-en-klaar kopen. Waar kun je ze kopen? In de winkels gewoon. Of je kunt ze aan Sinterklaas vragen. Of aan Sinterklaas vragen. Okay. Even kijken, wat hebben we nog meer nodig? Lijm hebben we nodig. Lijm, die heb ik ook. We hebben veel nodig. Alsjeblieft, wat Ja, even kijken, wat hebben we nog meer nodig? Een klein stukje vilt. Een klein stukje vilt. Welke kleur? Doe maar bruin, want daar gaan we de gezichten mee maken. Ja, wij zijn tenslotte ook bruin. Maar ook zwart zijn dan. Ja, of zwart, maar ik vind bruin leuker. Okay. En we hebben nog gewoon stukjes papier nodig. Wat voor papier? Dat doe maar rood, wil ik van. Rood papier. Ja. Nou, laat je verrassen. Nou. Ik heb er een paar. Nou, dat is goed. Genoeg. Dat is goed. Rood. Waar gaan we beginnen? Waar we mee gaan beginnen is het rode papiertje. En die gaan we helemaal om het rolletje heen doen. Oké. Dat is makkelijk, hè? Beetje voorzichtig met de lijm. Oeh, dat is veel, hè? Moet dat? Ja, een beetje uitsmeren, want... Je bent uitgeschoten. Ja, maar dat is niet werk, want dan kan je daar ook gewoon een beetje... Mag je ook met een plakbandje doen? Mag ook met een plakbandje, mag ik ook een stukje plakband. Dat hij zeker nu vast blijft zitten, want anders moet je hem tussendoor laten drogen. Oké. Okay. Dan wil ik ook wel een plakkertje. Nee, je moet zelf... Alsjeblieft, fantastisch. Hop. Kijk, soms heb je dan een stukje over, maar die stop je er dan mooi aan de onderkant en aan de bovenkant stop je die er weer in. Oké. Okay. Dit is eigenlijk zijn lijfje. Ja. Oké. Okay. Nou, dat ziet er goed uit.
het nu al klaar. Ja. Dan hebben we het vilt nodig. Wat gaan we met dat vilt doen? Nou, daarop gaan we dadelijk zijn gezicht maken. Oké. Dus, maar volgens mij moeten we het eigenlijk even makkelijk doen. Dat we eerst even zijn kraag doen, want dan kunnen we dat dadelijk allemaal mooi afwerken. Dus als we slim zijn, beginnen we eigenlijk eerst met zijn kraag. Oké, jij weet het. Ja. En wat? De kraag gaan we maken van creppapier. Dus die gaan we... kijk, dan heb je creppapier en dan ga je gewoon stroken mee knippen. Ik heb al een stroken voorbereid. Ja. Voorbereid Piet. De voorbereid Piet. Ja. Altijd makkelijk, hè? Ja. En hoe moet die strook dan? Nou, die gaan we er ook weer opmaken. Het moet wel ongeveer een stukje aan de onderkant zijn, want eronder moeten we zowel zijn armen als zijn benen moeten er nog onder zijn kraag dalen. Okay. Dus halverwege plakken we hem. En je moet zeker weer een plakbandje hebben. Andere Pieter wil ook zeker een plakbandje hebben. Nou, als je nog hebt. Alsjeblieft. Dan doe je de strook lang genoeg dat je daar in ieder geval een paar keer omheen kan wikkelen. Helemaal of een paar keer? Een paar keer eromheen. Dat doen we helemaal. Helemaal. Dan heb ik een hele mooie kraag. Want kragen die horen toch wel heel erg mooi te zijn. Ik zal je vertellen, deze Zwarte Piet gaat het niet koud krijgen hoor. En in Nederland is het wel een beetje koud, dus die kraag, ja, niet verkeerd denk ik. Nou, het is maar heel eind zeg. Nou, jullie zijn toch niet echt. Kijk. Mag ik nog even hier een stukje? Ja, jij mag dat wel. Wil je hem hier even opplakken voor mij? Dat wil ik wel voor jou. Zo, alsjeblieft. Nou, dan pak ik hem hier ook maar even op als je toch bezig bent. Dan heb je de schaar nodig. En denk eraan jongens, voorzichtig met die schaar. Voorzichtig met die schaar. Je hebt de schaar nodig en dan ga je in het creppapier ga je gewoon strookjes van knippen. Had je dat meegekregen? Vorige week was er een Pieterman die zat ook ergens tussen, hè? Ja, maar je moet het ook altijd voorzichtig doen. Zeker met schade en nietmachine. Is het zo goed? Dat is een beetje wel wat het moet gaan worden. Wat mooi. Dat ziet er leuk uit. Dat lijkt wel een beetje op mij, als ik eerlijk ben. Toch, kinderen? Alleen dan, ik heb een zwarte kraag. Ja, maar ik denk het is wel leuk om een keer een blauwe kraag te hebben. Oké. En dan gaan we zijn hoofd maken. En die doen we natuurlijk boven de kraag. Dat lijkt me wel handig dat het boven. Dat doen we van vilt, maar dat kan natuurlijk ook van gewoon papier. Mag ik weer een plakbandje? Ja, ik was ook even bezig hoor. Ik ben geen plakband, Piet. Nou, ja, nou. Moet jij natuurlijk ook weer een plakbandje? Wij denken van wel. Alsjeblieft. Ja, zie je wel. Plakband, Piet. Hoppa. Dat die mooi over die kraag zit. Dat hij goed over de kraag zit, want anders is het lelijk, hè? En dan heb je aan de bovenkant... Lelijke pieten zijn er niet, hè? Nee, echt niet. Ja, dat kan. Dan pakken we de strookjes en dan moeten we, let op, dit is echt heel erg moeilijk, hè? Want nou pak je twee strookjes. Ja. En dan ga je mee, hoe noem je dat ook alweer? Dat je daar zo trappetjes van maakt. Muizentrappetjes. Muizentrappetjes maak je daarvan. Wij weten het wel. En dan moet je elke keer vouwen. Om en om. Om en om vouwen. Zo. Zo, ja. En dan zo, goed zo. Geel. Die weer terug. Oh, je bent geoefend. Je doet het super geweldig. Nou, ik zou je vertellen. Geel. Vorig jaar heb ik op de knutselschool bij Sinterklaas gezeten. Ja. Rood. En ik had een 9. Oh nee, dat doe je super. Dat was misschien wel... De knutselpiet. Nou, ik heb in ieder geval mijn diploma gehaald. Oh nee, dat doe je goed. Maar ik kan jullie helpen jongens. Dit bedoel je wel. Ja, dit. Ja, wat ik die gedaan, bedoel je. En die heb je gewoon allemaal 4 nodig. Ik heb er wat voor gewerkt. Ik denk anders dan blijven we voor de... Dan duurt de opname heb je dan ook heel erg lang. Heb je school gedaan? Ja, dan duurt het veel te lang. Dan moeten de kinderen veel te lang wachten. Dan plak je er 2 aan de voorkant, want dat zijn zijn benen. En dan plakken we er 2 aan de zijkant, maar onder de kraag, want dat zijn zijn armpjes. Nou,
Maar even voor mij, Pieterman. Dit is zijn kraag. Ja. Dit is zijn hoofd. Ja. Komen hier toch zijn benen? Nee, aan de voorkant. Benen zitten aan de voorkant, armen zitten aan de zijkant. Maar toch onder zijn kraag? Ja, onder zijn kraag. Oh. Hij heeft eigenlijk niet echt een lijfje. Maar daarom is hij ook zo grappig. Oké. Dat is gewoon een grappig pietje. En we hebben een niet-machientje. Want een niet-machientje niet. Ik zal het eens proberen. Niet in je vingers, hè? Niet in mijn vingers, nee. Heel goed. Ja, daar gaat. Heel goed. En wat je één keer kunt, kun je ook twee keer, hebben ze mij geleerd. Hop! Kan ook. Ik wil toch wel even. Mag ik even zo voor jou zo? Dat ik even het plakbandje toch even. Maar waar doet dan zijn armen? Hier. Zijn armen moeten eigenlijk dan net. Onder zijn hoofd. Nee, natuurlijk onder zijn kraag. Jouw armen zitten toch ook onder je kraag? Daar zitten zijn benen al. Ja, maar die doen we aan de zijkant. Dat is niet goed, hè? Nee, natuurlijk niet. Nee, dat is niet goed, Zwarte Piet. Daar zitten zijn benen zitten op zijn hoofd. Dat moet hier zitten. Dat kan toch helemaal niet? Pieterman. Dan kunnen die kindjes toch nooit nabouwen? Waar dat zijn armen echt moeten zitten, zullen we daar dan even over hebben. Maar we moeten nog wel even een muts maken. Dus ja, laten we even. Ik had ook nog gevraagd om nog kreppapier voor de muts. En die heb je als het goed is, had je die ook al voorgeknipt voor ons. Geel kreppapier? Ja. Is het dit? Oh, hier liggen ze. Wacht, hier heb ik al twee. Ja, hier heb ik er nog één. En daarmee maak je een bolletje. Bolletje. En dat doe je erin. In. En dan ziet het eruit als. De muts van Sinterklaas. Nee, ik heb een zwarte muts, hè? Ja, maar weet je, het is toch wel eens leuk. Die kan je roze, geel, groen. Wij hebben toch ook wel eens een andere muts op? Ik heb geen muts. Ik nou, ook niet. Waar maak ik nou mijn veer? Die kan je er ook nog aan doen. Hoe? Wat moet ik dan maar maken? Gewoon met een stukje papier. Ik kan eigenlijk wel zo. Nee, hey, kijk eens, Zwarte Piet. Ik moet even het tweede bandje nog even eraan maken. Je kan hem ook. Kijk eens. Met een stukje plakband. Ja, dit ziet er wel heel gaaf uit. Dit is echt heel erg leuk. Ik doe ze vast zijn oogjes erop tekenen. Oh, wacht dat? Kijk, je kan ook zo een muts gewoon met een stukje papier en dan een slingertje eraan maken. Maar, en dan kan je hier kan je zijn ogen op tekenen. Je kan het ook weer met papier doen met allerlei kleurtjes. Kijk eens. Maar ik ga eerst zijn armen erop doen, want die horen er ook echt op, hoor. Kijk eens, kinderen. Hé, lijkt hij niet een beetje op mij? Mooi, hè? Dat bedoel ik. Nou. Hij heeft nog geen armpjes, maar ja. Ik vind het wel mooi, als ik heel eerlijk ben. Waar moeten nou de armen? Oh, die gaan ernaast natuurlijk. Ja. De armen horen ernaast. Ja, die zitten aan de zijkant en de benen, ja, die zitten aan de onderkant. Het is er ook, het kan er ook nooit helemaal, maar het gaat er ook om dat het grappig is, dat het leuk is. Nou, het is zeker grappig. En alles wat kindjes maken, vinden wij leuk wat we vinden in de schoen. Ja, dat maakt sowieso niks uit. Nee. Ik vind het nog niet meevallen, hoor. Ik ben één arm kwijt. Oké, ik heb nog een arm hier, maar die krijg je lekker niet. Dat is mijn arm. Nou, dan doe ik die arm wel op mijn rug. Dat is Piet één arm. Ja, die heb je tegenwoordig ook. Hij was gevallen. Een gevallen arm. Nou, het is nog niet zo heel erg. Het is nog niet zo makkelijk, hè? Ik denk, er zit geen nietje meer in. Hij moet geopereerd worden, denk ik. En dan plak je zijn arm op de plek van zijn oor. Of denk ik dan? Hij heeft jeuk aan zijn oor. Hij heeft jeuk aan zijn oor. Oh, hij is aan het... Oh, zo. Ja.
ze kunt hem ook nog tegen je even zijn muts goed moet doen. Ja. Dat kan ook. Zijn muts goed of... Ja. Zo. Hoi allemaal. Kijk. Hallo, hey. Kijk. Ik heb mijn handen naar mijn hoofd. Net zo. Ik doe zo. En hoe doe jij je armen? Die van mij zit in spagaat. Kijk. Dit is een springpiet. Een lelijk pietje. Papa. Nou. Hey jongens, tot volgend jaar. We hopen dat jullie allemaal een hele leuke Sinterklaas hebben. En tot volgend jaar, dan zijn we er weer. Ik denk het wel. Doei doei. Doei. Bye. Paraplu. Hier moeten we dingetjes uit. Ja, ze zijn creatief bezig, dat moet je ze meegeven. Nou. Ja, de piet ziet er een beetje misvormd uit. Zo, met hij heeft een beetje van die rare... Maar het is wel kleurig. Het is absoluut. De bedoeling is goed. De bedoeling is goed, alleen het is niet gelukt. Dus we weten zeker dat jullie thuis veel beter kunnen knutselen. En jullie hebben wel gezien welk materiaal je daarvoor moet gebruiken. En hoe je dat moet doen. En het kan vandaag nog, hè? Want het is vandaag 5 december. Het is 5 december en dus kun je het vandaag nog maken, foto van maken en mailen. En dan zorgen wij dat hij morgen bij Sinterklaas in zijn schipbox terechtkomt. En we hebben het vorige week gehoord, als je echt het allermooiste... het mooiste tekening maakt. Of het mooiste geknutseld hebt, dan komt het in de schoen van de Sint. Over tekeningen gesproken. Ja. Ja. Daar liggen ze weer, hè? Kijk, ik ben dus naar de Vlieger geweest, hè? In Hintham. In Hintham. Die hebben daar bij groep 4 en groep 5. Ja, nee, maar nu was ik naar groep 3 gegaan, Jan. Hè? Groep 3. Want die zei de juffrouw tegen mij dat ze het beste kon tekenen bij groep 3. Groep 3 zijn de tekenspecialisten van de Vlieger. Nou, ik zal je vertellen. Ken je dat televisieprogramma Holland's Got Talent? Ja, nou, met dat zingen. Ja, zingen, maar ook knutselen en goochelen. En tekenen. Nou, moet je hier kijken, man. Cristiano. Die zit dus op de Vlieger en die kan dit gewoon tekenen. Dat kan rechtstreeks in een museum. Ja, dat is prachtig. Het Jeroen Bosch Museum. Dat zou haast kunnen. Nou, daar gaan we. Kijk, als we met de directeur een keer praten van het Jeronimus Bosch Art Center. Dat is een bekende naam trouwens. Ja, dat is uit onze film. Uit onze film. Waar we vandaag de laatste aflevering gaan zien. Ja, het is eigenlijk wel heel jammer, hè, kinderen, dat het alweer bijna voorbij is natuurlijk. Hè? Ja. Maar ja, we krijgen maar een bepaald aantal minuten van de baas van Bosch de Jong en... Daar moeten we ons wel aan houden. Volgens mij was die tekening van die baas van Bastion toch... Van die Koen was dat toch van die Koen? Ja. Van de baas, de grote man van Bastion. Ja. Jan, ik zal jou vertellen. Ken jij het programma, televisieprogramma Holland's Got Talent? Komt hij weer aan met zijn Engelse namen? Dat vorige week ook al. Daar kunnen mensen die iets heel goed kunnen, ja? Echt goed kunnen, die laten dat dan zien. Nou, ik zal je vertellen... De kinderen van groep 3 van de Vlieger. Gewoon inschrijven voor Holland's Got Talent. Waarom? Wat kunnen die dan zo goed? Tekenen, jongen. Ho, Jan. Moet je kijken. Ja, kinderen thuis. Je kunt toch niet in zo'n programma gaan tekenen? Dit is fantastisch, jongen. Deze is van Tara. Ja, maar die kan gewoon rechtstreeks in een museum. Het Jeroen Bosch Museum. Als je... Ja. Dat zou misschien wel kunnen. Dat is hetzelfde museum als waar wij in de film rondliepen. Dat klopt. Is daar niet de baas, meneer Timmermans? Dat is ook meneer Timmermans. Dat is ook hetzelfde van de school van de Bosse Broek. Dan gaan we alles door elkaar heen halen. Mevrouw Van Ginkel? Misschien dat mevrouw van Ginkel een goed idee is dat we nu naar de Vlieger gaan. Ja, en daar is de directrice, mevrouw Rietje van Ginkel. En die talentjes, die tekenen, zitten in groep. Is dat familie van Van Ginkel? Die zitten in groep. Welke groep heb je nu? 3. Groep 3 van de Vlieger. Kom eens aan. Prachtige tekeningen. Daar loop je alweer. Ja. We zijn nu bij basisschool De Vlieger. Dan gaan we naar groep 3 van basisschool De Vlieger. Want het schijnt dat zij ook heel goed kunnen tekenen. Dus dan gaan we maar eens even mee. Ben ik hier bij groep 3 van De Vlieger? Ja! Dan ben ik goed. Want ik heb begrepen, en ik zie het al, dat jullie heel goed kunnen tekenen. Klopt dat? Ja! Nou, ik ben ook heel benieuwd. Dit is trouwens ook leuk. Juf Esther, kom er eens even bij. Juf Esther.
Ja. Hallo. Hallo. De kinderen die zijn al druk bezig met tekenen, zie ik. Ja, heel druk. Ze hebben heel erg hun best gedaan. Want ja, Sinterklaas had mij gebeld om te vragen of jullie dus echt wilden tekenen. Maar denk je dat er talenten bij zitten die... Nou, er zitten hier een aantal talenten in de klas die ontzettend goed kunnen tekenen. Oké, okay, nou, ik ben heel benieuwd. Ik kom even bij jullie kijken. En dan, dan laat ik het dadelijk wel weten, juf Esther, hè? Wat we ervan vinden natuurlijk, want ik ga eens eventjes kijken. Kijk, dan zal ik hier eens mooi in het midden beginnen, want dat is natuurlijk hartstikke leuk bij jullie, hè? Zo zeg. En volgens mij heet jij Luc. Ja. Ja, dat zei Sinterklaas tegen mij, want Luc, die kan natuurlijk prachtig tekenen, maar die heeft ook een plaatje om, hè? Daar staat mijn eigen naam op. Daar staat je eigen naam op, daarom, dat kon ik natuurlijk lezen. Hey Luc, wat heb je getekend? Sinterklaas op de stoomboot. Oh, op de stoomboot. Oh, en wat zijn dit? Zijn dit cadeautjes? Ja. Zit er een cadeautje voor jou zelf bij? Nee. Nee? Is voor de andere kindjes. Tuurlijk. Leuk man. Nou, dan ga ik eens eventjes kijken naar jouw tekening. Want, oh, die ziet er ook goed uit, zeg. Jongen, jongen, jongen. Ja, dit is grote klasse. Eens even kijken. Hoe heet jij? Brein van de Kallen. Hein van de Kallen? Ja. Zo. Mijn Kallen is mijn achternaam. Ja, nee, dat begrijp ik, want anders heb je een lange voornaam, hè? Ja, Brian. En je Brian is jouw voornaam? Ja. En zeg je Brian of Brian? Brian. Brian, oké. Okay. Nou, ik vind het... Gewoon Brian. Oh, gewoon Brian, tuurlijk. En jij bent Marleen? Ja. En hoeveel jaartje ben jij, Marleen? 6. Ben jij al 6? En ik ook 6. Dat is wel goed. Jongen, jongen, dus dan zijn jullie aan deze tafel 24, hè? Ja, jij bent 6 natuurlijk. Ik ben 1. Nou, dan ziet het er nog goed uit voor uw leeftijd. Yes, ja, nee. Hey, Marleen, luister. Maar wat zou je graag willen hebben van Sinterklaas? Een mooie pop. Een mooie pop? Een Barbie-pop. En heb je ook al, zeg maar, zelf al heel veel Barbies? Ja, hoeveel? Ik heb ze niet geteld. Maar wat denk je? 10? Iets van 8. 8, nou hartstikke mooi. Ik ben benieuwd of Sinterklaas dan voor jou een mooie Barbie gaat uitzoeken. Ik denk het wel hoor, want als jij zo mooi kunt tekenen, dan komt dat wel goed. Dat weet ik zeker. Zo, en ik zit nu bij Evi. En ja, dat wist ik toevallig, hè? Dat Sinterklaas gezegd namelijk. Ja. Dat jij Evi bent. Hey Evi, jij hebt een hele mooie Piet getekend, zie ik. Hoe heet die? Dat is een aparte naam. De Piet die zegt, ik weet het niet. Ik weet het niet, Piet. Oh, ja, dat was ik toch even vergeten natuurlijk. Jij bent toch niet Tara, hè? Ben jij de Tara? Nee, Tara. Oh, ik dacht de Tara. Oké. Okay. Hey Tara. En ik vind trouwens dat je een hele leuke muts op hebt. Ja. Een echte zwarte pietenmuts. Hè? Maar jij hebt ook voor de Piet getekend. De staf van de Piet. De staf van de Piet? Die uit de andere Sinterklaas de staf was. Oh, de hoofdpiet. Dat is de hoofdpiet, hè? Die houdt altijd alles, die houdt zijn hoofd er goed bij, hè? Ja. Gaat en nee, die is natuurlijk al geweest. Maar als je nou dadelijk zeg maar de Zwarte Pieten en Sinterklaas echt tegenkomt, wat ga je dan tegen ze zeggen? Nou, ik ben heel blij als je in Nederland bent. Want ik kijk weer allemaal cadeautjes, heel veel cadeautjes mee te kopen. Dat is wel fijn, hè? Ja. En wat wil jij voor een cadeautje dan van Sinterklaas? Ja, ik zou graag een konijn. Een konijn? Maar toen niet zeg maar om op te eten? Nee. Oh, gewoon om te vertroetelen. Gewoon als huisdier? Ja. Oh, ik schrok even. Ik denk, hoe? Maar dat is leuk. Een konijn. En jouw papa en mama, weet die dat jij daar gaat vragen aan Sinterklaas? Ja, dat mag ik. Oh, dat mag je ook. Dus ze hadden gezegd, nou vraag maar een konijn aan Sinterklaas. Ja. Nou, wat leuk zeg. Ik ben benieuwd of je die meeneemt. En ik ben net zo goed als Sinterklaas. Ik kan alles met paarden ook. Echt? Ja, ik zit op paardrijles. Oh, jij zit op paardrijles.
Nou, nou, nou. De beste van de wereld. Hé, hey, en maar ik vind dat jij mooi kunt tekenen, zeg. Wat moet ik dadelijk tegen Sinterklaas zeggen als ik die tekening overhandig? Ik wil ook een konijn. Jij wil ook een konijn? Konijn. Een baby konijntje. Oh, maar die is dan heel klein natuurlijk. Ja, maar ik zit nou even met Senna te praten, hè, want ik ben heel benieuwd. En vinden jouw papa en mama het ook goed? Ja. Baby konijn. Ja. Leuk, man. Nou, dat zal ik dan ook aan Sinterklaas doorgeven. Hè? Wel je naam erop zetten, Senna, hè? Want anders weet Sinterklaas niet van wie het is. En jij heet Willem of niet? Goed zo, dan zit ik bij de goede Willem. Want er zijn zoveel Willemen. Ah, Willem-Jan en Jan-Willem, daar hebben we allemaal niks aan. Willem is gewoon goed. Laat eens even, ik geef eens even Willem, dat ik het eens even goed bekijk. Ja, ik zie het, hij heeft de staf genomen. Ja, en hier staat Pieter Tos. Met een Playmobil politiebureau erin. Dat koop je bij de Intertoys. Oh. En die wil ik heel graag. Dus, oh, die wil jij graag? Ja, dus heb ik hem hier ook getekend. Dus. Oké. Okay. Maar ik zie nergens een cadeautje voor mij. Daarom, want je woont nog niet bij mij. Oh ja, dat is waar. Maar dan kun je nog wel van mij een cadeautje vragen, Sinterklaas. Ik krijg nooit van Sinterklaas krijg ik nooit een cadeautje. Moet je dan de W vragen? De W? Nou, dat ga ik doen. De J. Van Jan-Willem? Ja, dat ga ik doen, zeg. Oh, daar kom ik dadelijk even kijken. Brian. Brian. Ja, dat zei ik ook. Brian. Nee, Brian. Brian. En hoe heet jij? Bart. Tony, jij bent toch niet Bart van Bartje, hè? Nee. Of wel? Bart van Rooij. Oh, Bart van Rooij. Hé, Bart, dit is een prachtige tekening. Wat heb je getekend? Sinterklaas met hoofdpiet en andere pieten. Ik vind het heel mooi. En dit zijn alle cadeautjes? Ja. Wat vind jij nou zelf het leukste Sinterklaas liedje? Kapoentje. Sinterklaas kapoentje? Nee, Sinterklaasjager. Sinterklaasjager, dat is inderdaad ook een leuke... En dat is op 5 december natuurlijk. Het is heel toevallig dat net de afspraak niet is gemaakt en we kwamen nog twee scholen binnen. Oh. En die reageren nogal teleurstellend, zeg maar. Ja, dat is wel heel duidelijk gezegd, hè. Met een einddatum. Ja. Dus ja, dat is dan altijd. Als je dat altijd zien, dan doe je het weer nooit goed. Nou, juf Esther, ik vond het geweldig. Nou, wij vonden het ook geweldig dat jullie er waren. Ik zie je hier, mag ik het meenemen? Moet ik het daarna aan het Jeroen Bos Art Centrum meenemen? Nou, nee. Eerst naar Sinterklaas? Eerst naar Sinterklaas. En dan, oké. Nee, dan gaan we dat doen. Oké, dankjewel. En dan zeg ik tegen de kinderen allemaal hartelijk bedankt. En kijk volgende week allemaal naar Bos de Jan. Nou, Jan? Ja, ze kunnen tekenen. Prachtig, hè? Ik tegen zich echt geweldig. Dus blijf dat ook vooral sturen. Hè? Dus zit jij thuis te kijken en denk je, ik zit niet op de vlieger of op de Bossenbroek, maar ik kan wel heel mooi tekenen. Gewoon met de post. Komt helemaal goed. Ja, zeker doen. Jan, en het is natuurlijk wel, ja, ik begin nu zo langzamerhand toch wel een beetje verdrietig te worden, hoor. Ja, en je weet het, Sinterklaas, die onthoudt alles en krijgt ook dan uiteindelijk zelf ook nog in zijn schoen de mooiste tekening. Ja, en hopelijk heeft Jan-Willem ook alles onthouden. En weet hij nog dat hij vanaf vorige week ons het laatste deel van zijn verhaaltje vertelt met de Sint. Hè? Wat wij al die weken helemaal mochten horen. Nou, ja, krijgen we dat hoor? Ja, natuurlijk. Dat is het goede nieuws. Het goede nieuws. Nou, ik zal je vertellen, kinderen thuis. Sinterklaas zei dus, hè, met die Piet met die staf, hè. Dat hij de stafdrager zogenaamd zou zijn. Ja, op de boot. En dan kwam hem tegen op de gang. En dan kende die Piet niet. En toen zei die Piet, ja, maar ik ben uw stafdrager. Dat heb ik allemaal verteld. En toen zei Sinterklaas, kom jij dan maar eens mee naar mijn stafkamer. Stafkamer? Ja, die heeft hij niet. Maar toen moest hij natuurlijk laten zien dat die Piet natuurlijk... Oh, hij liet de Piet erin trappen, zeg maar. Tuurlijk. Dus want de echte stafpiet weet waar de stafkamer is. Tuurlijk, man.
Dus toen zei Sinterklaas, ga maar eens mee naar de stafkamer. Loop jij maar voor, zeker? Ja, dus. En die Piet, die dacht, nou, val ik door de mand natuurlijk, hè? Ja. En toen zei die Piet, ja, maar Sinterklaas, daar kom ik net vandaan. Nou, dan laat maar eens zien waar mijn stafkamer is. Want Sinterklaas is een beetje oud en die begint dat zo langzamerhand te vergeten. En toen bleef die Piet ietsjes langer staan. En toen bungelde er zo een klein traantje zo over zijn wang. Dus dan zei Sint, wat is er, stafpiet? En het traantje werd wat groter. En daar volgde er nog een traantje. En toen zei hij, nou Sinterklaas, ik zal het u maar eerlijk vertellen. Ja? Ik ben helemaal uw stafpiet niet. Maar wat was hij dan wel? Hij was de vergeetpiet. En hij was zelf vergeten wie die was natuurlijk. Maar dan snap ik niet, want dan moest de Sint hem toch herkennen? Nee, want de vergeetpiet... Wordt door iedereen vergeten? Die zie je eigenlijk nooit. Alleen één keer. Eén keer. En dat was nou net dat Sinterklaas dacht, ja maar... Maar Sinterklaas wist dat natuurlijk wel. Dus toen zei Sinterklaas, vergeetpiet... Ik wist natuurlijk al lang wie jij was. Maar toen jij zei dat je de stafpiet was, toen dacht ik, nou moet ik jou toch een beetje een lesje leren. Nou ja, en de vergeetpiet, die was dat natuurlijk alweer vergeten. Dus die liep alweer terug naar zijn vrienden. En die was het hele verhaal alweer vergeten. Was alweer vergeten. Sinterklaas, maar je kunt hem wel herkennen. Ja. Je kunt hem herkennen. Je kunt hem herkennen. Je kunt hem herkennen, de vergeet... Meneer Piet, die kun je herkennen. Oh. En hoe? Die heeft op zijn kamer voor zijn raam allemaal vergeet mijn Pietje staan natuurlijk. Oké. Okay. Kinderen. Daar had je het aan kunnen zien. Kinderen, een grapje moet natuurlijk leuk zijn, hè? Hoezo, maar, was het niet waar? Was het niet waar natuurlijk, man. Het vergeet me niet Pietje. Die is de hele dag maar bezig om alles te vergeten. Oké. Okay. Hij wordt ook vergeten. Okay. Ik heb maar één vraag. Gaan we volgend jaar wel een verhaal horen wat je in één keer kunt vertellen? Nou ja, ik heb Sinterklaas dus net nog aan de lijn gehad. Ah ja, want je hebt zijn nummer. Dus ik denk, ja, voordat hij natuurlijk weggaat met zijn boot. En toen zei Sinterklaas, nou meneer Jan Willem, voor volgend jaar heb ik een... ik denk dat we, zeg maar, zo langzamerhand naar de film moeten gaan. Dit kun je niet maken. Ja, nee, nee, we gaan dit naar... Dit kun je niet maken. Nee, nee, je nee, kunt nee, kinderen nee, niet een jaar lang nee, oh, op deel 2 laten wachten. Ik zeg natuurlijk niks, hè. We gaan naar de film, kinderen. Want het zit er toch alweer bijna op. Ik zal dadelijk je nummer in beeld brengen. Kunnen kinderen je bellen? Nee, ik mag natuurlijk niks zeggen. Jan, ik vond het toch wel weer eigenlijk heel leuk. En ik wil de kinderen en natuurlijk de papa's en mama's, de ooms en tantes en de opa's en oma's hartelijk bedanken voor het kijken. Maar... Nog niet meteen de tv uitzetten. Nee. Want nu, waar we alle weken op gewacht hebben, de ontknoping van onze spannende het lijkt film eigenlijk een beetje Sinterklaas en het mysterie van Hieronymus Bosch. Het lijkt eigenlijk net een beetje op mijn verhaal, hè? Iedere keer, zeg maar, indelen. Ja, Oké, ja, nou ja. Kinderen. Alleen jouw verhaal is geen speelfilm. Hey, Sinterklaas Boulevard. Het waren weer 4 afleveringen. Jan, bedankt weer. Volgend jaar ook. Doe het weer. En sta je dan rechts of links? Ik denk dat ik rechts sta. Denk er maar een jaar over na. Goed. Kinderen. Doei doei. En nog veel plezier bij de film, hè. Ik had daar nog haar. Zag je dat? Stelende boeven, pieten op motoren, een tekening die kwijt is. Wat kan er nou allemaal nog meer gebeuren? Dat gaan we zien in de laatste aflevering van Sinterklaas en het mysterie van Jeroen Bosch.
vandaag is het Jeroen Bos Museum. Oké, dan gaan we er gauw naartoe. Kom. Ik snap er niks van, baas. We lopen al uren rond. Ik ben kapot. Ja, weet je wat? We gaan even zitten, jongen. Ik weet niet wat we aan doen. Want dit wordt helemaal niks, zo. Ik ben dood en doodmoe. We lopen uren en we weten niet. Zitten we wel goed? Ik weet het ook niet. Maar hier moet iets te doen zijn. Ik snap er niks van. Volgens mij zit je ernaast, baas. Ik weet het echt niet. Nee, kijk maar eens hier rond. Alles is hier van Jeroen Bos. We hebben alles al gezien en niks lijkt erop. Het is zo. Het moet hier zijn. Ja, maar jij weet het altijd en het klopt nooit. Ja. Ik ben zo moe, baas. Ik kan niet meer. Ja. Het is ook zo zwaar. Ja, ik, oude man. Ik moet even uitrusten, hoor. Ik ben back off. Ja. Daar is mijn huis. Kijk, daar is de Zuid-Willemsvaart. Kijk, daar heb je de Sint-Jan. Kijk, daar woont mijn oma in die flat. Kijk, daar is het provinciehuis. Dat is een gek schilderij. Dat is zo gek nog niet. Hier liggen twee mensen op het dak. En dat lijkt wel een bos. Jongen. Moeten wij nou gewoon weer op jullie wachten? Als wij op jullie moeten wachten tot dat schilderij is gevonden.
Zie je, hebben wij het weer gedaan. Maar jullie kunnen toch niet schilderen? Ja, deuren en kozijnen ja. In Spanje. Dat hebben we wel gezien. En misschien en een buiten lijntjes ook. Ja, en misschien kunnen ze een keer een mijter tekenen, maar dan houdt het ook echt. Nou, moet je daar eens kijken dan. Waar dat? Nou, hier. Nou. Dat is op zich nog niet zo slecht. Het ziet er nog niet zo verkeerd uit. Ik vind het er inderdaad best lijken. Wat ben je aan het maken, Piet? Ja, een schilderij van Jeroen Bos voor de burgemeester. Voor de burgemeester? Ja. En je denkt dat hij hierin trapt? Ja, jullie vinden de schilderij nooit. Dus misschien is het leuk voor ons, maar is er wel gelijk in. Ze ziet er ondertussen ook wel grappig uit, want ze beperkt zich niet alleen tot het doek. Maar ook tot een pak, ja, in het gezicht. Ja. Maar ondertussen... Hé! Hey, buurvrouw Piet doet het zo slecht nog niet. Het heeft verdomd veel weg van Jeroen Bos. Ja, en zelfs een beetje van jou, Jan. Nou, dat valt op zich wel mee. Nou. Zo vaak loop ik niet met een blauwe gieter op mijn hoofd. Nee, maar wel een grote... Snavel, ja. Wou je zeggen. Ja. Nee, fijn. Fijne vriend ben je. Maar wat heb je geschilderd? Dat is een bek. Dat is een van Jeroen Bos' creaties. Staat hierboven. Het lijkt er wel op. Nou, er zit enige gelijkenis wel in. Ja. Lekker absurd, toch? Abstract heet dat. Absurd en abstract. Best waar. Ja, maar of Rombaut staat nou in de rat als zijnde het echte schilderij, daar geloof ik. Nee. Jan, ja? Jan, als ik dat zo zie op die tekening, dan is er wel heel veel vergelijkenis met wat onze twee Pieten aan het tekenen zijn, hoor. Nou, eigenlijk zie je daar gewoon de dingen op. Gewoon kijken, ja. Die ook. Nou. Kijk nou eens, het lijkt er wel heel veel op, hè. Hier zie je de vis met de hengel. Daar de vis ook. En kijk hier eens. Vuur. De brand. Vuur. Ja, waar je toch maar even mooi maakt. Nou, maar volgens en wat mij... is dit dan? Dat is dat water. Ja. Water. Water is bij jullie in Spanje groen. Ja, of de vraagteken natuurlijk, hè. Hadden jullie een idee wat de vraagteken was? Nou, het kan in ieder geval geen groen water zijn, want dat bestaat toch niet. Ik vind het niet een schilderij bij de burgemeester mee aangekomen. Van, nou, we hebben een echte Jeroen Bos. Nee, ik ben het helemaal met jou eens. We hebben ons best opgedaan. Ja, dat zien we, maar dat wil ik niet zeggen dat het goed is. Jawel, ik vind het toch wel heel goed. Nee. Dan nemen we hem in ieder geval mee voor Sinterklaas. Ja, maar misschien is het goed om hem gewoon alle schilderijen te geven. Ja, want Sinterklaas is altijd heel onblij. Flirtje kantoor, natuurlijk. Sinterklaas is meer blij dan jullie, moet ik zeggen, hoor. Ja. Wij zitten hier al de hele morgen. Tevreden. De hele morgen zitten we hier te schilderen. Jan, laten we de discussie maar stoppen. We gaan gewoon verder. Laten we slapen. Word wakker. We zijn in slaap gevallen. Je zou me wakker houden. Ja, ik ben zo moe. Waar is de tekening? Heb jij de tekening? Heb jij hem niet daar beneden laten liggen? Nee, ik heb hem hier neergelegd. Ja, volgens mij heb je hem beneden laten liggen. Ik heb hem hier neergelegd. Zijn we gaan praten en zijn in slaap gevallen en nou is hij weg. Nou, volgens mij is hij beneden, hoor. Hé, hey, luister eens. Ik hoor die stem van Jan en van Jan Willem. Ach jee, zijn die ook hier? Ik denk het. Ze moeten ons de stok op. Kom gauw. Hou ze in de gaten. Nou, we zijn die tekening kwijt. En nu? Nou, weet je niet waar we heen. We volgen ze gewoon. Oké. Als ze zien, waar ze heen gaan, zijn we stekers te loeven. Ja. Een hele ruime lift, joh. Ja. Hartstikke mooi. Is er iemand knopje gedrukt? Oh, op alle knopjes. Zwarte Piet doet dat niet zo flauw. Wie was dat weer? Oh, zij weer. Zwarte Piet. Zwarte Piet? Drank Piet. Zwarte Piet. Kijk, okay. Waar gaan we naartoe, joh? Ja. Dit is prachtig. Ja, dit is wel heel mooi. Het is super mooi. Nou,
Kijk, we zijn hier eigenlijk het Jeronimus Bos Art Center. Ik vind het prachtig. Kijk, zie je nou eens staan, Rotros. Ah, dit ga je toch niet mee. Doe eens even normaal, jongens. Jongens, ja, maar dat kun je niet maken. We zijn hier in een museum en er is het altijd wat serieuzer van aard. Dus Jeronimus Bos muziek maken. Sorry. Want beneden hangen dus de grote schilderijen van Jeroen Bos. En met andere woorden, dit is overigens, maar dat is even bijzaak, maar hier stond vroeger het koor. Ja, de orgelbak. Dus zingen, zeg maar. Ja, daarom waren wij aan het zingen. Zie je dat? Ja. Noem je dat zingen? Nou, maar het was ook niet de bedoeling. Jongen. We zijn hier aan het kijken of we aanwijzingen kunnen vinden op de schilderijen van Jeroen Bos, die hier op de tekening staan, die hij als 13-jarige Joentje heeft gemaakt. Maar dan moeten we toch naar beneden, want daar heb je schilderijen. Ja, dus we gaan naar beneden. Oké. Maar je hebt even een mooi uitzicht hier gehad. Ja, prachtig. Over de hartstikke mooi. Als je hier naar beneden kijkt, dan ben je snel beneden. Wat komen jullie hier doen? Wij zijn hier voor school voor een werkstuk over Jeroen Bos. Over Jeroen Bos. Oh, wat leuk! Nou, wij hebben hier een werkstuk van Jeroen Bos. En een heel belangrijk werkstuk, denken wij. Jeroen Bos. Maar wel, wat een rare schilderij hier. Ja, het is ook een beetje een rare schilder die Jeroen Bos natuurlijk. Ja, af en toe denk ik dat hij een beetje in het glaasje had gekeken. Ja, maar een beetje rare figuren allemaal. En een beetje enge schilderijen, of niet? Ja. Maar jullie moeten een werkstuk voor school maken. Nou, we hebben eigenlijk een werkstuk van Jeroen Bos zelf bij toen hij klein was. Kijk eens. Ja. Want dit is de tekening die de kleine Jeroen Bos vroeger toen hij 13 jaar was. 13? Ja. 13. 12 misschien? Zou 13. Kunnen. 13. Ja, 13. Nou, 13, 14 dan misschien. 13. Jan Willem. 13 jaar was hij toch zo. Maar goed, 13 jaar. Ik denk het ook, 13 jaar. Of 14. 13 jaar was hij. Kreeg deze tekening voor Sinterklaas gemaakt. In zijn schoentje gedaan. En Sinterklaas heeft deze nu gevonden. Dus deze tekening is honderden jaren oud. Ja, dat is niet te geloven. Bijna 50. Je kunt het ook zien. Kijk maar eens. Ja. We snappen er helemaal niks van. Nee, het zijn niet tekens. Kijk, en ruik er maar eens ook aan. Het is een beetje oud en het is verbrand. Zie je dat? Een beetje verbrand. Oh ja. Oud papier. Ja. Toen is in 1463 de hele binnenstad van een bos afgebrand. Want het waren vroeger allemaal houten huizen. En ergens in een smederij is er brand ontstaan. Bij de smid. Ja. En is heel de binnenstad afgeveegd. Misschien heeft dat er wel wat mee te maken natuurlijk. Ja. Maar dan heb ik volgens mij een heel goed idee. En wat is dat? Jullie zijn bezig met een werkstuk. Ja. Als jullie ons dan eens mee gaan helpen. Want jullie zijn met een werkstuk bezig, dus jullie weten eigenlijk al een boel van Jeroen Bos. Ja. Gaan jullie ons helpen dan? Hebben jullie tijd? Ja, tuurlijk. Ja, lijkt me goed. Zullen we het doen? Kom. Blijf maar mee. Ik moet dat jullie ons helpen. Ja. Hier moeten we eens kijken of we hier iets van herkennen, jongens. Lijkt wel die fontein die hier voor de kerk staat. Maar dat is hem toch ook? Deze? Ja. Ja, dat is de fontein van Jeroen Bos. Dat klopt, ja. Dat is zo, maar we moeten even kijken of we niet iets wat op de tekening staat, juist, of we dat kunnen herkennen. Juist. Ik zie helemaal geen letters. Ja, een vuur. Wat voor vuur? Vuur. Oh, Jan, daar is weer de brand. Ja, inderdaad, dat derde luik is weer. Ja, volgens mij is dat nog steeds die stadsbrand van. Waar was het? 1463. Ja. 13 juni. Kijk, en dat komt hier ook in terug. Maar ik ben het mee eens, Lachpiet. We moeten iets anders vinden dan die brand. Ja, want hier staan allemaal letters op. Die zie ik op het schilderij. Ik zie ze helemaal niet. Nee. Overigens, Jan. Ja? Voor mijn duidelijkheid, dit is toch de Tuin der Lusten? De Tuin der Lusten, ja. Eigenlijk het grootste schilderij. En het origineel hangt in het Prado Museum in Madrid. Ja. Even naar de volgende moeten lopen. Ja. Gaan we die kant op? We gaan die kant op. Ja, we hebben er nog veel meer. Oké. Goedendag. Jij bent echt lelijk, zeg.
Ja, kijk, daar zijn ze. Oh ja, kom, we gaan ze pakken, we gaan ze pakken. Nee, blijf wat hier. Wat gaan we dan doen? We zoeken tot ze terugkomen. We gaan ze volgen. Juist, en we kijken waar ze de tekening, kunnen vinden. Ja, dat is een goed idee, baas. Dat is een goed idee, baas. Dan pakken we hem af. Je hebt wel een goed idee, baas. Ja. Kijk, daar is het. Oh ja, daar gaan ze, daar gaan ze. Ja. Hey, hier heb je ook een schilderij. Ja. Wel een raar schilderij, man. Dit is een mooi schilderij, ja. Ik weet niet of het de schilderijen zijn. Nee joh, kijk maar. Dit is volgens mij een puzzel die ze hier gemaakt hebben. Inderdaad, je hebt gelijk. Ik zie het. En daar is die brand die op de tekening staat. Je hebt gelijk. Ja, dat is weer die stadsbrand. Dat is weer die stadsbrand. Dat is toch een leidraad, hè? 63. Dat heeft er wel mee te maken, hoor. Maar is dat niet hetzelfde? Die vis. Nou. Dat zou kunnen, hoor. Dat zou zomaar kunnen. En daar heb je nog een vis met een hengel. Ja, inderdaad. En er zit ook iemand op. Maar er hangt een bal aan en geen ster zoals op de tekening. Ja, dat is waar. Dus het is het net niet. Maar we zijn wel op de goede weg. En die letters onderaan de tekening? Op het schilderij zie je inderdaad. Ja, dat zijn woorden. Ja, maar er staat ook een B. Die staat ook op de kaart. Ja, maar dit is niet volgorde. Nee, dat klopt. Deze zijn helemaal wel zijn, hè, want het is een puzzel. Als ze die puzzel niet goed gelegd hebben, staan de letters natuurlijk in de verkeerde volgorde. Dat zou kunnen. En kunnen we hem uit elkaar halen? Ik denk niet dat ze hier blij mee zijn. Nee, maar luister. Die hengel. Ja. Inderdaad. Hé, hey, dat is heel goed voor jou. Dat zou zomaar kunnen. Ja, jongen. Ja, daar is het dus ook weer niet. Hoe kan het nou toch? Ik heb wel het idee dat we op de goede weg zijn. Dat er wel dadelijk maar iets is. Maar er is nog veel meer hier. Maar niet in deze puzzel. Maar luister, ik denk inderdaad bij dat vraagteken. Ik zie hier geen vraagteken. Daar ben je het al mee. Dus hier hebben we niet alles. Dus ik denk dat we toch nog verder moeten kijken. Een puzzel. Kom. Ja. Oké. Zelf gaan zoeken. Nee, wacht. Ja, maar ik weet nou niet wat we moeten doen. Kijk, daar staat een lichtstraal. Hij wijst een plekje aan. Daar moeten we naartoe. Daar gaan we naartoe. Dan zijn we de eerste. Kom gauw.
helpen, jongens. Zullen we eens gewoon kijken hoe dat die ster dan staat, Jan? Ja. Nou. Dan zie je die tekening hetzelfde uit. Oké. Okay. Eens even kijken. Hij gaat naar die deur. Deze deur? Naar die deur gaat hij. En dan staat erbij... Een vraagteken rechtsaf. Meteen rechtsaf. Maar hier komen we net uit. Ja. Hé, hey Jan. Hé, hey Jan. Ik kan de tekst lezen. Oh. In het vuur van den stad heb ik mijn echte schilderij in de veiligheid gebracht. Dus, hij is hier nog. Volg den sterren op den dag. Op den dag. Op den dag. Staat er dat echt? Ja. En gij zijt die dengenen die het bezitten mag, hè? Ja. Dus, het schilderij is hier nog. En als je vindt... Mag ik houden? Er staat nog wat. De sterren van een dag. Sterren op de dag, ja. Dit zijn de enige sterren die je op de dag ziet. Ja, daar. Nee, er staat inderdaad nog iets. Joontje, Joentje? Joentje van Aken, 13 juni 1463. 13 juni 1463, dat is precies op de dag van de stadsbrand geweest, toen hier de hele binnenstad is afgefikt. Dus toen heeft hij zijn schilderij... Verstopt? Is die tekening... In veiligheid gebracht. Ja. Toen heeft hij dit gestuurd naar Sinterklaas natuurlijk. Maar dan zou je hier achter de deur, waar we net meteen doorheen zijn gekomen, echt meteen rechts... Moeten we dan naartoe? Dan moeten we daar terug en meteen rechts. Ja. Wow, wat leuk zeg. Geweldig. Oh, kom, het is wel super, hè. Zo. Ik heb hem. Dat meen je niet. Waar is hij? Nou, we nemen hem. Gaan we mee naar beneden en gaan we hem bekijken. Kom. Geweldig, kom dit. Oh, dit is fantastisch. Verder. Kijken. Zo, oh, geweldig zeg. Prachtig. Oh, ja. Alles erop? Alles staat erop. Echte Jeroen Bos. Daar zal de burgemeester blij zijn. Geweldig. En wat denk je van Sinterklaas? Ja, want die gaan we hem geven.
En dan kan die hem op zijn verjaardag aan de burgemeester geven. Ja. Nou, jullie nemen hem snel mee naar Sinterklaas en we hebben hem gevonden! Yeah. 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 Alrighty! Kom, we gaan! Ja. Jongen, jongen, wat zal die blij zijn, zeg! Hoho. Zo, eens kijken wat vandaag weer allemaal gebeurt. Hey, wel goed dat we nou de schilderij hebben gevonden, want dat verwacht hij nooit, hè? Dit is uniek. Dat verwacht hij nooit. Dit is uniek. Wij moesten eigenlijk zoeken alleen naar een geheime code van die tekening. En dan vind ik gewoon een heel schilderij. En dan helemaal naar bovenin. Bovenin de nok, ja. Echt wel leuk. Overigens, maar ik blijf het een mooi gebouw vinden. Het is een heel mooi pand, ja. En vroeger was het een kerk, ging er echt in binnen. Maar... Ja, dat klopt. Echt. Maar dat hier dan juist dit verborgen ligt. Al die jaren. Dat is geweldig. Ik denk dat Sinterklaas ook echt mega trots op ons is. Ja, maar dan wordt hij maar op één manier. En dat is als wij hem nu bellen, dat we schilderij hebben gevonden. Want die weet natuurlijk nog van niks. Ze pieten wel, maar... Let op. De S. Ja. Hup. Waarom mag ik dat nummer nooit zien? Ja, dat is een geheime afspraak. Nee hoor. Nou, dat valt best mee. Nee, dat valt best tegen. Nee, dat valt best mee. Nee, dat valt best tegen. Jan, kom op zeg. Ja, nee, dat valt gewoon tegen. Je doet altijd dezelfde dingen. Je moet altijd bellen. Ja, ik ben ook zijn vriend. Met Sint. Ja, Sinterklaas. Ja, dat klopt. Sinterklaas. Ja, Sinterklaas. Jan-Willem. Haha, meneer Jan-Willem. Jan-Willem. Sinterklaas, we hebben het schilderij gevonden. Die tekening die was, dat was een uitstekende leiding weg naar het schilderij. En dat hebben we gevonden op zolder van het Jeroen Bosch Museum. Op zolder? Bovenin? Ja, een echt schilderij. Een echt schilderij, jazeker. Een schilderij van Jeroen Bosch. Oh, dat is een verrassing. Gelooft u? Ja, een prachtig schilderij. Nou, ik vind het geweldig. Ik vind het echt geweldig. Ja. Ja, klopt helemaal, Sinterklaas. Heel hartelijk dank. Ja, heel hartelijk dank. Ja, nee, natuurlijk. Dat hebben we graag gedaan. Wij helpen u altijd, Sinterklaas. Nee, graag gedaan. Ja, Jan en ik zien u in december. Oké. Okay. Ja, tot ziens. Dag, Sinterklaas. Tot ziens. Dag meneer Jan-Willem. Tjong, het is toch wat. Op zolder. Helemaal nou. Op zolder. Wat zei hij? Wat zei hij? Wat zei hij? Hij was reuze blij. Hij geloofde het eerst niet. Hij zei een echt schilderij. Ik zei ja, een echt schilderij. En dan geven we het schilderij aan de Pieten mee terug naar Spanje nu. Die geven we nu mee. Dan gaan ze terug naar Spanje. En dan komen ze in december En dan terug. Kunnen ze het daar inpakken. En dan geeft Sinterklaas... Het aan de burgemeester. Op het bordes. Ja, lijkt me helemaal goed. Weergaloos. Ja, kunnen we toch nog gewoon op vakantie. Jan, goed gedaan, jongen. Waar ga jij naartoe? Ik ga, denk ik, naar... Vaals. Is heel leuk. Drie landenpunt. Een mooi uitzicht over drie landen. Vaals. Dat heb je nergens. Sommige mensen gaan alleen maar naar Spanje of alleen maar naar Turkije. Als je naar Vaals gaat, kijk je naar drie landen. Weet je wat ik dan ga Vanuit doen? Vanuit de Hoge Toren. Ik ga naar Bois-le-Duc. Prachtig. Ligt 500 kilometer boven Parijs. Dat is een bos. Ja, dat ligt 500 kilometer boven Parijs. Ja, maar je zegt Bois-le-Duc. Zo heette de bos vroeger. Moet ik jou nou alles uitleggen? Vroeger heette Jeroen Bosch, Jeroen met Van Aken. Ach, jij met Van Aken, jongen. Zo is het voor iedereen toch nog goed gekomen. De burgemeester krijgt zijn schilderij en wij allemaal cadeautjes. En de boeven zitten lekker opgesloten bovenin het Jeronimus Bosch Art Centrum. En niemand die dit weet. Allemaal een hele fijne Sinterklaas. En tot volgend jaar wellicht. En vergeet niet om nog een paar hele mooie tekeningen in die schoen neer te leggen. Hè? Doei!